De tijd is aangebroken. Ik begin echt te groot te worden voor Bella. En Bella wordt gewoon te klein voor mij. We willen graag de hele geschiedenis van Bella vertellen, dus we beginnen met. Het is weer zover. We zijn weer in de middle of nowhere. Middle of nowhere, niet middle. We zijn onderweg naar de fokker van Bella. En daar zijn we bij de fokker van Bella, meneer Jan. Ja. Hallo. Ja. En hier is echt, kijk jongens, stal Bettaker. Ja. Serieus, want zo heet het land hier toch? Het land heet hier niet zo. Wij wonen altijd in Norg. En daar had ik een stukje land gekocht en daar waren de Bettakers. En vandaar de naam? Daar hebben we de stal Bettenakker van gemaakt. En toen we hierheen verhuizen, hebben we de stal namelijk zo gelaten. Superleuk. Ja. Vind ik het leuk. Ja. En dat is hier van 1920. Oké. Okay. Zo lang al? Ja. Welspoelies. Ah, wat leuk. Welsbeepoelies, hè. Kom eens. Kom. En ze zijn allebei drachtig, hè? Ja, is goed. Is ja. Dat is dus een half zus van Bella. Ah, oh, en hoe heet zij? Zij heet Bonita. Bonita. Bonita! Maar, Bonita, denk je, zoek het maar uit. Die lijkt er natuurlijk helemaal ja. Niet op. Deze. Hallo, liefie. Kijk eens. Hier, happy. Ah, dat is wel lekker, hè? Ja, zie je wel. Het kan wel. Ze heten dus allemaal Bettenaar. Dat is met een B. Ja? In de achternaam, of de voornaam. We beginnen ook allemaal met een B, hè? Bonita. Ja? Ella. Ja. Bas. Noem maar op. Oh, Babette. Babette. En dat is gewoon een aardigheidje. Maar dan hebben we BB, dus als het BB is. En BB, dat was een hele mooie filmster. Ja. Dus die ponies, dat zijn allemaal filmsters. Nou, het wordt toch wel liefde, hè, Tess? Daar met is Bella Bonita. Geboren, in dat stukje. Het achterste stuk, ja. Ja, daar, hè? Ja. En dat was op een zaterdag. En wij waren met de andere pony waren we naar de keuring. Ja. En toen zijn we morgens weggegaan en heb ik niet naar Babette gekeken. De avond ervoor wel. Maar ze moest nog een week dragen. De veulen is daar geboren. Die is onder die afrasting doorgegaan. Die is onder die afrasting doorgegaan. En die is daar ook overgegaan. En hoe dat nou? Zie, dat begrijp ik nog. Dat begrijp ik dus niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Toen liep ze voor het huis, opgezond. Toen kwam die buurman langs met zijn zoon en zei... Hé, hey Jan, de veulen voor het huis. Oh, zei die buurman, moet je niet druk over maken. Want dat gebeurt nooit bij verkeerd, hoor. Dat gaat nooit verkeerd. Toen kwamen ze na een half uurtje terug. Hier liep de veulen. Nou, ja, maar het is niet goed. Nee. Toen zijn ze naar die buurman gegaan, die heeft paarden. Die zei van, daar loopt de veulen voor het huis, dat komt niet goed. En die pony is daar in dat weiland gebleven. Toch, niet met de veulen mee. Nou, toen heeft die buurman ze in deze stal gedaan. Toen kwamen wij s'avonds terug en toen kwam hij. Hij zei, je hebt veulen in de stal, hoor. Oh, verschrikkelijk vinden we dat. Ja, niet dat de veulen er was, maar dat het zo... Ja, dat ze er tussendoor gevloept was. Dat heeft Bella gedaan. Ja. Dat heeft Bella, jouw ponnetje, heeft dat gedaan. Die is ook een week te vroeg geboren. Ik ook, een soort van. Nou, jij 12 dagen. En hoe oud is Bonita? Die is 9. Ja, is dus eigenlijk mee begonnen. Hier is mee begonnen. Dit nou, is? Dit is Brigitte. Brigitte Bordeaux. Brigitte. Dus Brigitte, hier is dus alles... Mee begonnen. Mee begonnen. Ja, een mooie pony, hoor. Deze is heel vaak kampioen geweest. Heel vaak. Leuk. Wel 6 keer, denk ik. En vanuit Brigitte is er gekomen. Zie, Brigitte is Babette. Brigitte. Dit is Brigitte. Babette. Babette. Nee. Bernadette. Bernadette. Brigitte. Ja. Bernadette. Ja. Babette. Ja. Bella. En wat klopt er niet in het rijtje? De kleur. Nee. En hier hebben we de vader. Dit is de vader. Dit is Eagle Eye. Dan moeten wij eigenlijk daar. Echt zo, hè? Ja, en dan zo. Dit is ja, het. Zo. Ja, dit, zo is het gefokt. Ja. En dan heeft u een vos. Ja. Dat was niet de bedoeling. Nee. Misschien was daar ook wel een reden mee om te verkopen. Hè? Ja, oh toch wel. Nou ja, ik heb ook wel spijt van natuurlijk. Dat snap ik, want maar, het is echt een geweldig paardje. Ja, alleen dat moet natuurlijk niet. En ik ben wel lang blij dat hij nou zo goed terecht. Ja, ze is echt, en, ze heeft nou, een wereldhuis nu. Ja, daarom. Dus echt. Dan is helemaal klaar. Dat is waar. En dat dan is waar. Hoef ik daar ook niet meer over te nee, dat snap ik. Nee. Ik sta nu op een... Maar ik heb nog op het punt gestaan toen hij in Helmond was dat geloof ik. Ja? Om hem nog terug te komen. Ja? Daar heb ik nog wel over.
En wat had u dan met haar willen doen? Dat weet ik niet. Nee, ik had er een veulentje bij willen fokken, maar dan had ik een probleem. Dus dan zou ik wel een heel passend hengstje moeten zoeken. Hè? Geen vossen. Geen vossen. En dan heeft u een mislukte Bella gefokt. Precies. Daarna zijn we, nou niet op zoek, maar zijn we de moeder van Bella hebben we bezocht. Nou, we zijn onderweg naar de moeder van Bella. Ja. We zitten nu al een uur in de auto en we moeten nog een uur. Ja. En het is hier echt alsof we in een ander land zijn. Het is helemaal sneeuw en ja, koud was het ook wel bij ons, maar niet zoveel sneeuw. Bah, we zijn nu op de Veluwe, dus dat op bord. We zijn in Holten, toch? Hooghalen. Hooghalen. En we zijn bij de eigenaar van Babette. Oh, kunt u zich even voorstellen en even wat over Babette vertellen? Ik ben Harold Brunsting en we hebben de ponies voor de kinderen. Babette hebben we gekocht als eerste pony om het leren met dieren om te gaan. En daar hebben ze ook de eerste pasjes op gereden. En ja, nu is hij meer eigenlijk voor de fok. En daar is Tess. Bella. Nee, dat is Bella niet. Nee. Dat is Babette. Babette. Heel goed. En Babette is 1,28 hoog, hebben we net in het paspoort gezien. En Bella dit is 6 centimeter groter. Ja, hallo schat. En dit is er zo'n Rakker. Ja, Rakker is van vorig jaar. In mei geboren. Is nu bijna een jaar. Dat doet hartstikke goed. Hij kan af en toe al een beetje hengsten streken. Maar dat hoort erbij. Oh, hij is wel heel mooi. Ja. En wie is de vader van Rakker? Dat is een Engelse. Dat is Tisteldown. Die staat in Zwelo. Ik had afscheid genomen van Sterre, wat ik bel, wat heel moeilijk was. Ik ben nog niet gelijk gaan kijken naar ponies, want ik vond het eigenlijk een beetje. Toen, na een tijdje dacht ik, oké, weet je wel, ik wil toch wel een nieuwe pony. Nou, ik wou ook sowieso al, maar ik durfde de stap te maken. En toen heb ik verschillende ponies gezien, zijn we ook naar verschillende gaan kijken. Alleen, toen zag mijn moeder op een gegeven moment op Facebook, zag ik mijn moeder Bella. Toen hebben we filmpjes en foto's van haar gekeken. We vonden haar eigenlijk nog een beetje te jong, alleen ik was helemaal verliefd. Zo, en nu zijn we bij Bella. Mijn eerste keer bij Bel en die vond ik. Nou, Bel die was nogal heel erg vlug en ze was echt Speedy Gonzales. En je merkte ook wel aan haar dat ze nogal jong was. Maar ik moest en zou deze pony hebben. Ik wou geen ander en al die paarden die moet ik maar in. Ja, doe maar stappen. Een beetje doorstappen. Dat is draf. Nee, ik moet stappen, maar dit is draf. Maar even stappen. De dag dat ze kwam. Nou, om 12 uur zei mijn moeder dat ze thuis zou zijn. Dat ze zou vertellen of ze goedgekeurd was of niet. Dus dat ik extra lang zou wachten en ook extra zenuwachtig zou zijn, eigenlijk wel. En dus op 12 uur kwam mijn moeder niet. Nee, ze kwam veel eerder. Ze kwam volgens mij 11:30, iets in die richting. En toen kwam mijn moeder veel mensen op de kamer. En ik dacht toen al van, is er zo gebeurd? En uiteindelijk kwam mijn broer ook nog binnen van, met een liedje, ik ken mijn pony. Dat vond ik wel heel grappig. Toen zijn we naar beneden toe gegaan. Tas, hij is voor jou. Ja. Zo, Bel heeft lekker voer gekregen. De meisjes zijn even, weet ik niet, aan het doen. De dag nadat ze kwam, zijn we gelijk op buitenrit gegaan. Bij Lianne. Het was in Brabant, waar Abby volgens mij op vakantie stond en we een lekkere buitenrit maken. Nou, we hadden het ingepland, alleen Bel die was er pas één dag. Alleen ik vond het een beetje eng, dus Janne ging er eventjes op. Alleen daarna ging ik er wel op, dus ik was niet meer eng. Ik heb toen ook op Abby gezeten en wel vond het eigenlijk.
buitenrit. Bijvoorbeeld met mijn moeder. Het strand, met de manege. Ja. Nou, daar gaan we. Poetsen, zadelen, nog meer van dat soort dingen blijft ze altijd netjes staan. Ik ben met Bel ook nog naar heel veel evenementen geweest. Bel is in haar eentje naar haar trouwdag toe geweest. We zijn naar Horse Event geweest, we zijn naar Boekelo geweest. Ach, het was heel fijn om met haar daarheen te gaan, ze was ook super braaf. 3, zijn jullie klaar voor? 2, zeker weten. 1, ja, kom maar. Heel goed. Dan ga ik stappen, jongens. Stappen bij mij. Nou, daar zijn ze hoor. Hart voor paarden. Maar wat schet onze verbazing. Ze rijden hier samen met de cowboys. Oké. Oeh. Nou, daar is de test klaar. Het Belgica. We hebben even een korte pauze en dan. Hoi. Hoi. Zo. Nou, heel goed doel. We zijn bij de WOS. Kijk daar. En die maken een film. Kijk daar. En foto's. Daar. Voor trouwen voor één dag. Dus zullen we zo eventjes gaan vragen hoe het nou precies zit. Ik heb ook heel veel geoefend met vrijheidsdressuur. Ze kan ook vlemen. Geen vlemen wel? Ja, dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Ze kan een kusje geven. Ze kan een beetje, nou, ze kan buigen. Ze kan buigen met 1 been. Met 3 benen. Ja, met 3 benen. En ik probeer ook het Spaanse pas aan te leren. Alleen wel is niet echt zo'n Spaanse. Wel is meer een Nederlander, hè? Ja. Want we begonnen wel met balkjes en kruisjes, alleen af en toe gingen ze er gewoon niet overheen. Dat is met alle paarden zo, gaan er af en toe niet overheen. Alleen wel was het op het begin heel vaak en ik vond het ook niet zo leuk. Maar ik heb doorgezet totdat ze uiteindelijk wel gewoon dit heeft gesprongen. En zelfs hoger. En daar ben ik super trots op, want ze heeft het, we hebben er toch doorheen gezet en hebben het. Ik ben daar best trots op ons. En hoe ze nu springt. Ze weigert af en toe nog, maar dat is niet heel vaak. En ze springt er overheen. Ik heb laatst ook nog super hoog met haar gesprongen. Volgens mij was het 80 centimeter. Echt super cool. Ik moest alleen mijn benen eraan houden. Niet zoveel met mijn handen doen. En ze ging. Ik moest haar vertrouwen geven en dat gaf ik haar. En toen kon ik haar.
moment heel lastig, want Bel is echt een superpony en ik zou er nooit van mijn leven kwijt willen. Alleen, ik heb er nu nog eventjes. Dat eventjes is vooral voor mij, niet voor Bel. Ik ben echt, echt, echt te groot voor haar. En het is lastig om dat tegen jezelf te zeggen. Want af en toe lieg ik ook nog gewoon tegen mezelf van, ik ben niet te groot voor Bella. Ik ga haar niet weg. Alleen, hey, kappen. Alleen, ik heb nu een soort van het gevoel dat ik mag niet bij mijn moeder stoppen. Van, net zoals mijn sterren, dat ik dood ging. Tot we kunnen laten inslapen. Ik had er geen keuze voor over. Weg te doen. Oh. Maar we zijn wel op zoek naar het allerliefste, het allerbeste ruitertje na mij op heel de wereld. Lief, klein, licht en ik hoop dat ze een goed thuis krijgt, dat ze leuke vriendjes heeft en dat ze het net zo goed krijgt met ze. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op het belletje. Het belletje heel leuk. En als je succes wilt wensen, dan kan je ook op het belletje klikken of op een duimpje omhoog. Ja, iets van die. En als je meer informatie over Bel wilt hebben of weten, iets in die richting, dan kan je kijken op www.hartvoorpaarden.nl. Want mijn moeder heeft daar een heel blog over geschreven. En als je ook dingen wilt zien over je pony verkopen, dan kan je de video van vorige week kijken. Ja, dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!